Op 11 februari jongstleden voltrok zich een ernstig ongeluk op de Graafseweg tussen Alverna en Nederasselt. Een wielrenner kwam in botsing met een auto op de 80 kilometer weg en raakte zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen met een aantal politievoertuigen, twee ambulances en een traumahelikopter. De auto en de wielrenner kwamen beide uit de richting van Nederasselt. Op het moment van oversteek van de weg, de hoogte van de kruising bij bedrijf Lely, is de slachtoffer aangereden.